Toe die blinddoek van zijn gelaat haalt. En ondertussen heeft Gent afgetrapt. Dan zitten we bij Sandros. Zukanovic die met de bal over de lijn loopt. We kijken ook naar de opstelling van Gent. Daar begint Van der Bruggen op de linkse flank. Cola rechts en Le Point centraal. En dus de opstelling die we gaan verklopt ongeveer. Alleen Van der Bruggen en Cola van flank gewisseld. Maar die zullen dat tijdens de match ook nog wel doen, neem ik aan. Gorius. Koulibaly. De andere Koulibaly zit op de bank. Bij Gent, Eliman. Danny Fernandez die bijna uitgleed, maar toch nog een goede paas verstuurt. Monroos terug voor Thomas Buffel. Dan krijgt hij die bal met een gelukje van David Hubert terug. Haaland. Gorius. Fernandez Buffel, mooi 1-2. Racing Genk komt opzetten. Fernandez goed voor Monroos, de eerste kans. En dat is niet bepaald goed getrapt. Maar een goede aanval van Genk hier met dat 1-2'tje. Fernandez Buffel. En dan Monroos goed aangespeeld. Maar veel volk van Gent nog voor zijn neus. En dus geen tijd om beter te mikken. Eerste doeltrap voor Frank Boeks. Training is van Christophe Le Point tegen Haaland. Daar in de sandwich tussen Mboyo en Le Point. Alle tanden staan er nog in, dus we kunnen verder. Monroos kwijt aan David Hubert. Zukanovic. Erwin Zukanovic van Kortrijk overgekomen naar Gent. En zal waarschijnlijk zijn ex-ploeg wel tegenkomen in play-off 2. Hangt er een beetje vanaf in welke reeks ze terechtkomen. Boeks voor Rafinha. Voor Arzo liever. Rafinha al een heel eind verder opgeschoven. Mboyo. Die bal in de rug. Dat is een goede bal voor Arzo. En dan opgevangen door Chimanga. En Haaland knap met een zidannetje langs Le Point. Naar een jagende Mboyo. En nu Koulibaly. Koulibaly. Voor Dani Fernandez. Haaland. Opnieuw Gorius. En Genk neemt zijn tijd. Als ze het op een strafschop krijgen vandaag Racing Genk, dan hebben ze goed genoeg geoefend vorige week. Goeie bal voor Jordi Crux, die Rafinha tegenover zich heeft. Gaat het duel opzoeken. Die voorzet was niet echt slecht, maar ook niet echt goed. En over het doel buiten. Hier nog eens Haaland met dat mooie zidannetje langs Christophe Le Point. Trinidad en Tobago. Komt hij vandaan, u weet het. Waar het 35 graden was vanmiddag. En de vrouwen zomers gekleed rondliepen. Kregen wel geen pralines zoals hier. Rodgers Cola met Chimanga met de tackle. En de overtreding van de Zambiaan.
Massoudi onder andere. En Thomas Fouquet daarnaast op de bank van Agent. Want die van Racing Genk zit heel wat talent. Plet, Anelé, Barda, De Keulaar, Comorti. En Christophe van Hout uiteraard ook nog. Dus Genk heeft volk genoeg. En als die allemaal fit zijn, zoals nu ongeveer, is het niet makkelijk voor Mario Been om de keuzes te maken. Sandro's, daar is Victor Fernandez van de bank losgekomen. De kans bestaat dus dat hij zijn contract bij Gent, dat tot het einde van het seizoen liep, zou verlengen. Hij wil dan toch naast garanties over zijn salaris, neem ik aan, ook nog wat garanties over sportieve versterking. En een beter uitgebalanceerde ploeg. Maar Gent bijzonder veel goed volk weggedaan op het einde van vorig seizoen. En niet allemaal oordeelkundig vervangen. Tot grote spijt van Tron Soljet. Een overtreding van Le Point. Le Point en Highland, dat gaat nog vonken geven. Twee mannen die niet bepaald uit de weg gaan. Voor wie dan ook. Karim Highland met de vrije trap. Sima is mee in de vuurlijn om te koppen. Koulibaly ook. En uiteraard Jelle Vossen. Jonas van der Brugge moet achteruit. Dan is daar de vrije trap. Koulibaly half. En Le Point werkt weg. Cola. En Rafinha. Hubert. Genk en Gent hebben in het verleden wel matchen met wat spanning opgespeeld. Herinner u de sneeuwmatch? Waar Genk 5 of 6 uur in de bus had gezeten om er te geraken. Die niet werd uitgesteld. Een paar keer ook miserie met de truitjes. Waar Genk een keer in Gent moest spelen met truitjes met de sponsor van Gent op. En dat soort zaken. Kroeks. Krijgt hij die bal voor met rechts. Vossen verlengt richting Gorgius. Maar Frank Boeks. Zonder problemen bij de bal. Cola. Dat is geen de beste paas richting een Boyo. En een verloren bal. Gent is wel ingekocht in de wintermercato. Dan had ze dat vroeger gedaan. Of wat meer geduld gehad met Soljet. Dan zou ze misschien overgestaan hebben, wie weet. Maar goed, zijn lessen die de club zal getrokken hebben voor de verhuis volgend jaar naar het Dartevelde stadion. Dan moet er ook op het gras weer wat meer kwaliteit staan dan dit jaar. Centro's balverlies. Redelijk dom en Genk kan uitbreken. Genk liever kan uitbreken met Monroos. Vossen is blijven liggen. Ja, en daar is nog een kans voor Buffel en daar is de goal. En telt die? Ja, hij telt. Jelle Vossen lag daar nog. Was er even twijfel, zowel bij Genk als bij Gent, wat er moest gebeuren. Maar er werd niet gefloten. En dus mocht Buffel doorgaan. En Frank Boeks geklopt. Woest op zijn verdedigers. De flater begon hier in het middenveld bij Sandroos, denk ik. Die dom balverlies leed. En dan binnen de 10 minuten staat Racing Genk op voorsprong. Hier die bal. Die blijft hangen, die afwijkt via Van der Brugge. Monroos hier. Dan via Sandroos is het. En dan Hubert niet doortastend genoeg. Een beetje aarzelend ook. Wachtend misschien op dat fluitsignaal. Hier ligt Vossen onder in beeld. En dan Buffel hier met een simpele goal. Zijn vierde. Hier de overtreding. Op Jelle Vossen. Maar die is ondertussen alweer overeind. Een overtreding van Jordi Kroeks.
Neto. Zukanovic. Sendroos tegen Dani Fernandez aan. En gooien voor Gent. Mboyo. Met Simaes in de rug. Mboyo nog. Ja, brengt hem dan voor. Chimanga half. Cola terug. Rafinha. Le Point. Rafinha. Gent met veel volk in de 16 van Genk. Op rond de 16. Haaland werkt weg in de voeten van Le Point. En dan overtreding van Jordi Kroeks. Hij is daar zelf niet mee eens, maar leek mij een duidelijke fout. En Ervin Zukanovic is de man die die vrije trap gaat gaan nemen. Een inswinger met links. Mboyo mee, Arzo mee als kopper, Le Point. Cola, Neto. En Van der Bruggen en Hubert op de 16 voor de afvallende bal. Dat is het Solliet systeem. Ja, daar is de kopbal van Arzo. Maar niet goed gemikt. Niet goed gericht en een doeltrap voor Keuteles. En Van Deurze hoort dat de Limburgers voorstaan. Mboyo niet, Sima is weg. Radkroeks, bal in de rug van Rafinha. En dan Monroos net genoeg vastgehouden om niet bij die bal te kunnen. En net niet genoeg om voor een overtreding te fluiten. Sendroos. Van der Brugge. Hubert, daar staat niemand. David Hubert. Opgang geblokkeerd door blessure hier vorig jaar. Het leek een paar jaar geleden toch een certitude te worden voor Racing Genk. Kan natuurlijk nog altijd. Maar ondertussen stond daar Haaland, stond daar Kumordzi. Gorgeous ook. Hubert. Knappe paas, Sendroos. Te ver. Cola met de Chimanga in de rug. Mboyo komt helpen. Achteruit kan bij Rafinha. Mboyo gaat het zelf proberen. En is er kwijt. Cola nu recupereert die bal. Ja, en dan bijna in eigen goal. Gekopt door Koulibaly. Door Chimanga liever. Maar Keuteles laat zich niet verrassen. De held van de penaltyreeks tegen Anderlecht, Laszlo Keuteles, al pakte hij er geen enkele, en schoot wel de beslissende binnen. En deed er 4 tegen de paal, de lat of over doel belanden. Goeie bal voor Jelle Vossen, daar is bijna de 0-2, of de 2-0 liever. Boeks er goed uit. De paas van Dani Fernandez is goed. En dan hier Boeks, die komt. En Jelle Vossen die zich moet inhouden om niet getorpedeerd te worden. En Boeks met de handen binnen de 16 en de voeten erbuiten. Zoals het hoort voor een keeper. Buffel met Sendroos. En die is baas in dat duel. Mboyo met Jeroen Simaes in de rug. En Mboyo krijgt de fout tegen. Jeroen Simaes. Die zich moest verdedigen na de rode kaart van een Mbokani vorige week. Omdat hij er een schepje bovenop deed. Mbokani, 4 weken aan de kant. Monroos. Het was te kort. Zukanovic.
Kan niet terug naar Boeks. Levert in bij Buffel. En dan Jelle Vossen. Krijgt die bal niet goed onder controle. En wordt dan met de bodycheck opgevangen door Arzo. Arzo ving die bal op binnen de 16. Dat mag niet natuurlijk. Die moet er eerst uit. Dat is een goed trucje voor als je wordt opgejaagd. Wat nu al niet het geval was, maar in andere omstandigheden zou het kunnen. Uittrap van Boeks. Meteen buiten. Renato Neto, de man die het zo goed deed bij Cercle Brugge. Toen met de drie man van Sporting Lissabon, Nuno Reis. En wie was de derde ook weer? Die grote daar voorin. Zukanovic. Mboyo en Simaes in een zoveelste duel. Le Point. Van der Brugge. Niet te veel tijd nemen, want dan zat Dani Fernandez ertussen. Hubert. Botsing tussen Sendros en Jelle Vossen. David Hubert. Sendros vrij op links. Van der Brugge, heeft hij dat gezien? Nee, gaat naar Mboyo. En zo domweg buiten. Op de linkse flank, net buiten beeld, type Sendros helemaal vrij. Was misschien een betere optie geweest. Hier de botsing tussen Sendros en Jelle Vossen. En dan natrappen, ja. Kijk. Naar de vierde scheidsrechter doet Jelle Vossen teken. Heb je dat niet gezien? Dat is een lichte natik, zullen we maar zeggen. Kroeks. Rafinha voor zich. Raakt daar niet voorbij. En een doeltrap voor Van Boeks. Kroeks en Boeks zullen elkaar nog wel tegenkomen. Want Jordi Kroeks heeft een paar keer een goede matchen gespeeld. Eén keer in de basis, drie keer ingevallen. Plus de bekermatch. Een speler met bijzonder veel toekomst. Zoals er bij de Genkse jeugd wel meer zitten. Het talent is natuurlijk Siebe Schrijvers. Er is er nog één voor de plaats van David Hubert. Van der Brugge draait knap langs Dani Fernandez. Mboyo. Gent plotseling weer met vijf man de vuurlijn in. Maar geraakt de bal ook voor doel. Van der Brugge. David Hubert met links voor. Chimanga kopt weg. En dan Le Point. En dan Gorius. En dan toch nog een goed schot hoor van Mboyo. Dat er maar rakelings naast gaat. En Gent komt met veel volk. Daar, kijk, vier man. Centraal aan de 16. En dan een Mboyo, dat scheelt niet veel. En een lang uitzwierend been. Gorius die bal niet goed wegkrijgt. En centimeters naast. En na de 1-0 heeft Gent de match wat meer in handen genomen. Gent dat in zijn laatste zes matchen maar twee goals tegen kreeg. Zes maakte. 11 op 18 onder Victor Fernandez. Kroeks. Vossen doet teken dat ze maatsen hoger moeten komen spelen. Chimanga. Zal dat advies is ter harte nemen. En wordt dan onderuit getrapt door David Hubert. Van je ploegmaats moet je het hebben. En dus geel voor Hubert. Toch moeten zien dat hij er niet afvliegt op Racing Genk.
Coquet en Sendro zijn de man in geel gevaar bij Gent. En Koulibaly en Vossen bij Racing Genk. Karim Haaland met de vrije trap. De Ronaldo pasjes. En dan een Haaland trap, zullen we maar zeggen. Dat was niet de best. Mario Been wil 6 op 6. Laatste match volgende week op Bergen. Om die kloof met Zulte Waregem te dichten. In de veronderstelling dat Zulte Waregem punten laat natuurlijk. Vandaag tegen Club Brugge. En dan volgende week op Mechelen. Van der Brugge met een duwtje langs Buffel. Een Boyo. Sendros. Op het hoofd van Simaes. De bedoeling was Cola die de sprint had ingezet. Chimanga terug voor Koulibaly. Karim Haaland. Thomas Buffel nog niet zoveel in de acties betrokken. Maar wel al de goal gemaakt. Hij staat daar meestal vrij afgezonderd op de rechtse flank. Misschien was dat wel de bedoeling van Haaland. Van Koulibaly liever. Om hem daar te bereiken. Maar die bal kwam ook voor Monroos niet goed. Le Point. Rafinha. Cola. Boyo ver uit de punt weggezakt. Le Point. Ja, goed teruggelegd bijna. Daar is de kans voor Cola. Die kan niet meer missen. En het is 1-1. En het is verdiend voor Racing, voor AA Gent liever, dat al een tijdje de betere ploeg was. En dit is nummer 1, denk ik, voor Roger Scola. De man die met die vreselijke tackle op Laurens de Bok oplokeren. Negatief in het nieuws kwam, maar zich toch stilaan heeft herpakt. Na een lange schorsing van 10 wedstrijden. Hier Le Point die zich daar goed zet. En dan met een gelukje Cola opnieuw in balbezit. En dan was het niet zo moeilijk meer. Eerst Koulibaly die bal niet wegkrijgt. En dan heeft Rogers Cola de vrije baan. En staan we terug gelijk na 22 minuten. Victor Fernandez. Die zelfs Engelse les aan het nemen is. I am from Zaragoza. Of van waar komt hij vandaan? Gaat tevreden zitten. Maar na de 1-0 was Gent de betere ploeg. En dus is dit doelpunt niet onverdiend. En Christophe Le Point speelt een belangrijke rol. In zijn duels met Haaland, met Simaes ook. Hij heeft een sterk lichaam. Dat heeft de crashtest wel bewezen. En dus een goede zaak voor Gent dat ze hem hebben teruggehaald van bij Waasland-Beveren. Renato Neto laat even zien wat de Portugese school is. Dan is hij dan zelf een Braziliaan. Een Boyo, daar is Le Point weer. En hier is het schot van David Hubert. En dat is een afzwaaier. Maar Gent, de beste ploeg op dit moment in deze fase van de wedstrijd. Kijk naar Renato Neto. En in het sfeervak van Racing Genk moeten ze de volumeknop opnieuw gaan opendraaien. Buffel. Gorius. Haaland liet hem gaan. Het was te hard voor Haaland en niet hard genoeg voor Kroeks. Cola tot bij Rafinha. Arzo. Zukanovic opnieuw. Arzo.
Gent dat 4 speeldagen geleden 2-1 won tegen Beerschot. En toen zijn eerste zege in 12 matchen boekte. Maar sindsdien toch beter aan het voetballen is onder Victor Fernandez. Het zou een goede zaak zijn voor de Buffalo's mochten die inderdaad blijven. Chimanga. Dat is net iets te diep voor Jordi Kroeks. En dan botsing Kroeks-Boeks. Daarboven in beeld naar Zondrijf. Zukanovic voor David Hubert. Sandros. En Boyo. Maar is nog altijd niet kwijt. Die ben je niet zo makkelijk kwijt. Als je een psycholoog aan je been hebt, daar raak je niet zomaar vanaf. Wel de eerste hoekschop van de match. Ja, slimme verdediger. Simaes weet precies wat hij moet doen. Ook tegen snellere en wendbaardere spelers. Positiespel op tijd en stond een klein foutje. En aan een goed seizoen bezig. De hoekschop met David Hubert. Kuteles niet. En Lapointe krijgt hem niet tussen de palen. Kuteles kwam eerst. Veranderde dan van gedacht. En zou al die bal aan de andere kant van de paal was geweest. Er nooit meer bij geraakt zijn. Fernandez. Neto voor Van der Brugge. En Gent blijft de dominerende ploeg. En Boyo. Le Point. Arzo rechts kan Rafinha. Jordi Kroeks moet mee terugkomen verdedigen. Rafinha. Ja, krijgt hem voor, maar op het hoofd van Koulibaly. Ja, Kroeks nu zit daar even vast. En komt er goed uit. Via Chimanga. Vossen loopt zich vast. Zukanovic. Ging dan slim in zijn rug lopen, maar krijgt die bal niet onder controle. En, Fernandez. Bijzonder energiek aan het coachen. Was dat Kumorti die zich daar aan het warmlopen is. Kijken naar Van der Brugge en naar Boyo. Le Point daar weer in de 16. Ja, krijgt de fout tegen. Een duwtje in de zij van Koulibaly. Uit tot bij Chimanga is de beste oplossing. Highland rechts, Fernandez vrij. En Buffel buitenspel. Die zich daar geblesseerd heeft. Legging die lijkt naar de dij te tasten. En dan komt Kumorti in zijn plaats. Na een zeer korte opwarming.
Buffel ondertussen met Saint-Roost. Met Saint-Roost die dat duel wint. En dan goed meegeeft met Van der Brugge. Goed voor een Mboyo. Met twee voor Doelginder. Maar een Mboyo krijgt de bal niet. Krijgt nog een tweede kans. Krijgt hem weer niet voor. Maar weer altijd Le Point die zich daar altijd maar tussen wringt. Een overtreding op Monroos. Ik vermoed dat Highland gewisseld gaat worden. Maar die kan daar blijkbaar toch nog trappen. Vossen. Kroeks. Dat is te diep. En dat is een doeltrap voor Van Boeks. Garcia met het bord, is dat nummer 7? Jawel, dat is nummer 7, dus Karim Highland inderdaad. Een of andere verrekking in de dij. En zijn match zit er na een half uur op. Bernard Kumordzi in zijn plaats. Shake van Tony Greco naar aan de bank en dan naar binnen om iets warmers te gaan aandoen met de dokter die ook meegaat. Gorgis. Comorti met zijn eerste acties en meteen met de eerste overtreding. Hier al een half wensbal en dan de fout op Renato Neto. Gent blijft de sterkere ploeg. De eerste 10 minuten na. David Hubert wachtte tot Cesar Arzo daar is. En dan zijn ze met 6 man mee van Gent. En dan is dat een bal los in de handen van Keuteles. En dan nu de snelle tegenaanval. Chimanga. Die heeft snelheid genoeg. Maar de paas is absoluut niet goed. Richting Monroos was de bedoeling, maar kwam helemaal niet aan. Neto en Boyo. Christophe Le Point tussen 3 man door. Kijk eens aan, Le Point. En dan ingeleverd bij Koulibaly. Buffel moet ver terugkomen. Gorgeous, die paas is ook niet zuiver genoeg. En dan Hubert, bijna op het hoofd van Mario Been. Hier even kijken naar dat dribbelnummertje van Christophe Le Point. En de vrije trap van Hubert in de handen van Keuteles. Neto, botsing met Gorgeous. Hebben ze nog middenvelden staan. En Gorgeous kan verder. Renato Neto die hem op de bil raakte. Gent heeft 3 uitzegers gehaald dit seizoen. 2 onder Solliet op Paas van Beveren en Standaar. En dan eentje onder Fernandez op Bergen. En onder Bob Peters geen enkele uitzegen. En dat is natuurlijk te weinig om in play-off 1 te eindigen. En dus mocht Gent tot en met het Europees ticket kunnen gaan, dan hebben ze nog 12 wedstrijden voor de boeg. Met deze bij. Maar ga er niet te makkelijk vanuit dat Gent die play-offs 2 wint. Want daar zitten nog andere ploegen van niveau in. KV Mechelen, Kortrijk, Bergen niet vergeten. Oud-Everlee, Leuven zijn allemaal ploegen die een serieuze
dwarsliggers kunnen zijn. Die wel tussen Buffel en Sandro's nog even. Geldof in discussie met David Hubert. Dorius op het hoofd van Neto. Le Point. Opnieuw Le Point. En Boyo. Rafinha. Balbezit voor Gentmeer. En Genk raakt echt niet meer in de wedstrijd. Geen controle over de bal en over het spel. Dus voor die 6 op 6 zal er een beetje bijgetankt moeten worden. Fernandes. Hubert. Tom voor Sandro's. Hubert opnieuw. En dan naar Frank Boeks. En eerst Fiarzo. En dan Zukanovic. En dan zijn we nu bij Boeks. En als niemand hem aanvalt, kan hij zijn tijd nemen. Cola. Met de overtreding van een Boyo. Chimanga. Boeks. Het sfeervak gaat wat ambiance brengen. En de kopbal. Van Zukanovic. Eerste hoekschop voor Racing Genk. Julien Gorius. Gekopt daar achterin door Cesar Arzo. Gorius. Nou, dat is ook niet de best voorgebracht. Getrapt door Neto. En hier is Rodgers Cola en een Boyo. Dat is een zeer slechte paas. Een Boyo was vertrokken. En mocht hij die bal goed in de loop hebben gegeven. Rodgers Cola die zich verontschuldigt. Bij een Boyo dan was het gevaarlijk geworden daar achterin voor Genk. Koulibaly. Monroos. Langs Sandro's. En dan met die bal over de doellijn. Ja, het zit niet goed bij Genk voorlopig. Had terug kunnen geven naar Thomas Buffel ook. Ging Sandro's voorbij. En dan door even op te kijken, denk ik, waar hij die bal moest plaatsen. Was hij hem kwijt. Ster bij op zijn hoofd. Of ster eraf. Rang gedegradeerd. Nee, toch niet. Buffel wel. En dan Hubert. En dan Sandro's. Die bal gaat goed rond bij Gent. Op zijn Spaans zullen we maar zeggen. Een Boyo. Met Gorius erlangs. De voorzet is niet goed. En dan zit Buffel daar vast met die Sandro's. Die een kuitenbijter is. En daarvoor bestraft wordt. Moet opletten want staat met 4 gele kaarten. Het is eigenlijk het moment om de 5e te pakken. Gent volgende week thuis tegen Anderlecht. En dus verplicht om nog een goed slot te breien via de play-offs aan een totaal mislukt seizoen.
En Boyo met Simaes. Die wint het duel. Zukanovic, Hubert. En terug naar Frank Boks. Kijk, dit soort dingen valt dan ook net mee. Bij Genk valt dat net tegen. Het kan niet allemaal meevallen. Rafinha en Kroeks, overtreding van Jordi Kroeks. Cola. Rafinha. En Gent blijft rustig rondspelen. En als Racing Genk niet meer druk op de bal en op de man aan de bal gaat zetten, dan kunnen ze nog wel een tijdje heen en weer blijven trappen. Van der Brugge. Rafinha. Eenzame trommelaar. En daar de Gent supporters die voorlopig tevreden kunnen zijn over hun ploeg. Fijn, deze match toch. Wordt het seizoen iets minder. Boyo via Koemartzi gooien voor Gent. We gaan stilletjes aan naar de rust toe. Koemartzi met alles van der Brugge. En een hoekschop voor Gent. De tweede. David Hubert gaat zich daarmee belasten. Zeven man van Gent mee naar het front. En heel Genk terug. Als lage G waar zo kan niet verlengen. En nu kan Monroos proberen uit te breken. Aan de overkant is Buffel mee. Een overtreding van Van der Brugge, dat is niet al te slim. En dat is uiteraard veel. Voor niks nodig, want de weg was nog bijzonder lang. Naar Compostela. Dat soort fouten kun je beter houden voor als het echt nodig is. Dit alles ook in het teken van de actie Respect Plus voor Fairplay. Geldt meestal niet echt tussen de eerste en de 90ste minuut. Simaes. Buffel. Fernandes. Koulibaly trekt zich op gang. Maar moet dan in de remmen. Kroeks. Hij probeert buitenom bij Rafinha. Maar dat was wat al te optimistisch gedacht. Hij is snel, Jordi Kroeks. Maar een ervaren rat als Rafinha. Die pak je daarmee niet. Neemt zijn tijd. Overtreding van Koemartzi zou ik zeggen. Maar het is Christophe Lepoint die wordt afgestraft. Voor het zetten van de arm. Fernandes. Simaes. Als Genk zonder verdere averij de rust haalt, mag het niet klagen. Dan moet het na de rust maar een tandje bijsteken. De grimas van Rafinha. En nog een inworp van Chimanga. Om de eerste helft stilaan af te sluiten. Koemartzi. Simaes. Fernandes. Maar Gent goed terug in positie. 1 minuutje extra tijd komt erbij. Buffel. Dorius.
Ja, dat was in het begin van de match een mooie combinatie daar in die hoek. Die tot een van de weinige kansen van Genk leidde. Victor Fernandez even in de rol van ballenjongen liever. Ballenjongen misschien ook. Sendros geraakt Gent nog een laatste keer in de buurt van Keuteles. Dan moet er nu een voorzet komen. Maar Gent kiest om de bal te houden. Sendros. Naar zo. Rafinha. Op wandel, achtervolgd door Kroeks. En dan een slechte paas. En Kroeks recupereert nu de bal. En loopt zich dan te pletter op Neto. En dan is het tijd om voor de rust te fluiten. Neto die bal nog even weggooit. En dan is het rustig geblazen. En dan heeft Genk op de eerste 10 minuten na eigenlijk wat ondergelegen bij A-Gent. Le Point gaat nog eens uitleggen waarom de fout van Comorti was, niet van hem. Boyo gaat nog wat anders uitleggen. En dit is de man die scoorde voor A-Gent, Roger Scola. En daar is Tel Arena, waar de eeuwige slager Marina van Rocco Granata door de boksen schalt. En waar Kleiner Plet zo meteen in komt. Ik vermoed in de plaats van Jordi Kroeks. Dan gaat Monroos op de linkse flank spelen. En Plet centraal in de spits. Met Vossen achter hem. Uitleg. Van Mario Been nog gekregen. En nu van Pierre Denier. Kleiner Plet, 9 goals dit seizoen. En maar 7 keer in de basis. Man die normaal gezien terug naar FC Twente gaat op het einde van het seizoen. En een speler met een 6e zintuig om op de juiste plaats te staan. En de ballen daar simpel binnen te tikken. Jordi Kroeks dus naar de kant. En tweede wissel voor Racing Genk al. Dat dus eerder Haaland moest vervangen door Comorti. Comorti. Dan begint nog met dezelfde, zo te zien wel. En kijken of Racing Genk wat vinniger uit de kleedkamer is gekomen dan ze in de eerste helft hebben gespeeld. Er moet veel meer druk op de bal gezet worden bij Gent. Kunnen ze die bal rustig rondspelen. Dit is Matuku. Denk ik.